Ja, lieve mensen hier in de kerk en jullie die thuis meekijken. Aan het begin van het nieuwe jaar ga ik jullie niet vermoeien met goede voornemens. Ik stel voor dat we geen goede voornemens hebben dit jaar. Maar dat we wel een andere vraag stellen. En dat is deze vraag. Wil jij iemand zijn die leeft voor God? We gaan de komende tijd in de preken bezig met oefeningen en gewoontes die belangrijk zijn om te leren leven met God, om te blijven leven met God. Maar dan is er één vraag die daaraan vooraf gaat. Wil jij iemand zijn die leeft met God? Dus ik zeg niet, wil jij meer Bijbelstudie doen? Wil je meer bidden? Wil je trouwen naar de kerk gaan? Dat vraag ik niet. Dit vraag ik wel. Wil jij iemand zijn die leeft met God? Dus dat is een vraag die meer op, laat ik maar even zeggen, identiteitsniveau zit. Wat wil jij nou voor iemand zijn? Dus die vraag geef ik wel mee. Hè? Niet als goed voornemen, wel om daarbij stil te staan. Wil ik iemand zijn die leeft met God? En daar hoort dan ook wel een tweede vraag bij, of eigenlijk een soort uitgangspunt zou je kunnen zeggen. Elke manier van leven vraagt om praktische oefeningen en concrete gewoontes. Als jij gezond wilt leven, ik wil iemand zijn die gezond leeft. Of ik wil iemand zijn die duurzaam leeft. Dan voelen we direct aan, daar horen bepaalde gewoontes bij, oefeningen, praktijken, dingen die je doet. Nou, zo is het ook met leven met God. Als je wilt leven met God, dan horen daar bepaalde gewoontes bij, dan horen daar bepaalde oefeningen bij. Dat is een soort uitgangspunt. Hè, als je deze prekenserie gaat volgen en een beetje mee wilt maken en er zelf ook mee bezig wilt zijn, is dit een beetje wat je wel aan de voorkant even bij jezelf moet nagaan. Wil ik iemand zijn die leeft met God? En begrijp ik ook dat daar dus bepaalde gewoontes bij horen. En dan is er nog een derde vraag. Welke oefeningen en gewoontes heb je op dit moment eigenlijk? En ik stel die vraag omdat ik in pastorale gesprekken veel tegenkom. En ik heb dat hier ook al wel eens eerder gezegd. Dat heel veel mensen, ook wel van een jongere generatie, die zeggen, ja, ik geloof zeker. Maar ik weet eigenlijk niet meer zo goed hoe ik dat nou praktisch vorm moet geven. Vroeger ging ik trouw naar de kerk, vroeger ging ik naar catechisatie en vereniging. We kennen de uitdrukkingen nog. Vroeger bad ik regelmatig en las ik uit de Bijbel aan tafel. Maar als ik heel eerlijk ben, dat is eigenlijk allemaal weggeërodeerd, is verdwenen. En er is niet echt iets voor in de plaats gekomen. Nou, daar wil ik het over hebben eigenlijk. Ik ga niet zeggen dat is allemaal fout en je moet gewoon weer gaan bidden en Bijbel lezen. Want ik geloof dat gemakkelijk is, dat we elkaar niet echt helpen. Nou, je moet maar gewoon meer Bijbel lezen. Of eens wat vaker de handen vouwen. Ik zeg niet dat dat niet goed is om te doen, hè, maar ik geloof dat we op die andere plek moeten beginnen. Namelijk, wil jij iemand zijn die leeft met God? En kun je daar misschien nieuwe gewoontes en oefeningen bij vinden? Nou, daar gaan we maar liefst 12 weken bij stilstaan. En we doen het aan de hand van 12 eenvoudige woorden. Die komen ook even in beeld te staan. En vandaag is het eerste woordje dus het woordje hier. Maar ik geloof ook dat het belangrijk is dat we teruggaan naar een bepaalde eenvoud. Of misschien zeg je wel, ja, ik moet eigenlijk weer vanaf de grond opbouwen wat ik graag wil. Ik wil leven met God, maar ik weet eigenlijk niet meer hoe ik daar vorm aan moet geven. Ik worstel ook wel met vragen. Ik heb in mijn jeugd van alles meegekregen over wie God is en wat de betekenis van de Bijbel is en wat de betekenis van de kerk is. Maar ik weet het eigenlijk allemaal niet meer. Hoe ziet mijn geloof er nou eigenlijk nog uit? En ik geloof dat het heel mooi is om dan, als het ware, nou, bij een soort nulpunt weer te beginnen. En je als het ware voor te stellen, stel je voor dat ik helemaal opnieuw beginnen moest met geloven. Wat zou ik dan doen? Waar zou ik starten? En ik probeer in die serie van 12 preken, waar ik zelf 7 preken houd en 4 anderen houden de andere 5 preken.
probeer ik als het ware met jullie een soort nieuw fundament te leggen, waarbij we heel veel nadruk leggen op alledaags geloven. Geloven in het alledaagse leven. Aan de hand van 12 eenvoudige woorden. Deze woorden. Hier. Dank. O. Sorry. Help. Alsjeblieft. Wanneer. Nee, waarom? Zie hier. Ja. En stilte. Geen woord. Ik heb ze inmiddels uit mijn hoofd geleerd en ik zou je willen uitnodigen om dat ook te doen, die 12 woorden te kennen. Want het zijn als het ware ankerpunten. Je kunt het woordje hier, waar we het verder over gaan hebben vanmorgen, dat is een heel eenvoudig woordje natuurlijk. Dat gebruiken we voortdurend. En vanmorgen zat ik nog even op mijn telefoon en dan zag ik weer zo'n plekje staan waar staat klik hier, staat er dan. Klik hier. En zo simpel is dat woordje. En ik hoop eigenlijk dat zo'n eenvoudig, simpel woordje hier, wat we overal altijd tegenkomen, dat een lading gaat krijgen die je helpt om te leven met God. Nou, dat zijn 12 woorden die eenvoudig zijn en die ons helpen om op een eenvoudige manier dagelijks te leven met God. En ik pleit ook voor die eenvoud, of ik pleit eigenlijk een beetje ook voor minimalisme. Een heel aantal maanden geleden ontdekte ik dat je minimalistisch kunt leven. Dat je je huis minimalistisch kunt inrichten. Dat je alleen maar het echt nodige, wat je plezier aan hebt, dat is er alleen maar. Je kunt ook een minimalistische agenda hebben. Dat je niet je agenda altijd maar weer vol laat lopen met van alles en nog wat. Maar dat je zegt van dit vind ik echt belangrijk en dat wil ik niet kwijt. Maar verder is het allemaal ballast. Allemaal opsmuk. En dat kan in ons geloven ook zo zijn. Dat er heel veel ballast bij is gekomen. Dat er heel veel opsmuk is. Dat we ons mooier voordoen dan we zijn. Dat we dingen doen waar we ons eigenlijk niet meer bij thuis voelen. En ik nodig je uit om eens terug te gaan naar die eenvoud. Naar wat heb ik minimaal nodig om te leven met God. En dan helpen deze eenvoudige woorden ons. En voordat we bij het woordje hier gaan stilstaan, nog één andere stapje. En dat ga ik nu niet uitgebreid met jullie doornemen nog, maar dat komt in de loop van de weken misschien nog. Die 12 woorden die ik ontleed heb aan een boek van Brian McLaren. Naakte spiritualiteit heet dat boek. En hij verdeelt die 12 woorden ook over 4 geloofsfases. En ik merk bij mezelf dat ik het heel helpend vind om te ontdekken dat er in je geloof fases kunnen zijn. En dat niet iedereen altijd in dezelfde fase zit. En dat jij misschien in die fase zit en dat iemand die je goed kent, dat kan je partner zijn of je kind of je ouders, dat je elkaar niet zo goed begrijpt, omdat je niet zo goed begrijpt dat je in verschillende fases bent. Het zijn deze 4 fases, de fase van de eenvoud, de fase van de complexiteit, de fase van de perplexiteit en de fase van de harmonie. De eerste fase is die van de eenvoud. Je bent net tot geloof gekomen. Het is fantastisch. Je bent de hele dag in de Bijbel aan het lezen. God is er. Halleluja, zeg je de hele dag. Tenminste, als je in een bepaalde traditie dan tot geloof gekomen bent. En alles is klip en klaar. God bestaat, jij bestaat. En er is zwart en er is wit en er zit niks tussen. Dat is de fase van de eenvoud. En dan is er de fase van de complexiteit. Je komt erachter dat het allemaal toch wat minder zwart-wit is dan je had gedacht. Je kunt de wereld niet indelen in mensen die goed zijn en mensen die fout zijn. Je kunt de wereld niet indelen in gelovigen en ongelovigen. Dat is complexer. Er zijn meer grijstinten. En daar probeer je wat mee om te gaan. Dat leidt tot een stukje pragmatisme, zou je kunnen zeggen. Je probeert er gewoon maar het beste van te maken. En dan komt de derde fase en dat is die van de perplexiteit. Het komt uit het Engels, perplexity. We kennen wel van, we staan perplex. We weten gewoon, we staan helemaal perplex. Nou, die fase in je geloof, die kan ook er zijn. Dat je denkt, ja, ik heb van alles meegekregen.
maar ik geloof het eigenlijk niet meer. Er wordt van alles beweerd in de kerk, maar ik geloof dat ik het er gewoon helemaal niet mee eens ben. Je denkt inderdaad terug aan een fase dat je heel erg gelovig was en heel veel vertrouwen had, maar dat is nu verdwenen. Er is vooral veel twijfel. Sterker nog, je betrapt jezelf ook wel eens op een stukje cynisme. Dat is ook een fase in je geloofsleven. En het kan gezond zijn om dat in de kerk ook gewoon eens eerlijk tegen elkaar te zeggen. Dat die fase er ook kan zijn, dat je daar middenin kunt zitten. Misschien zit je er wel middenin. Dat je denkt, ja, ik weet eigenlijk niet wat ik ermee moet. Ik zou er wel mee willen stoppen eigenlijk met het hele geloven, met kerk. Ergens is nog iets waardoor je dat niet doet of niet durft. Dat is de fase van de perplexiteit. Dat is geen fijne fase. Want er zijn heel veel vragen en er is heel veel twijfel. Ook wel eens wat irritatie, dat je ergens gefrustreerd over bent. Hè. Je kunt in die fase bijvoorbeeld ook terechtkomen als je heel hard in de kerk... Ik heb het nou even niet over mezelf, hoor, want voordat je dat denkt, dat is niet het geval. Maar ik kan me voor... Ik heb fases gehad, laat ik het zo zeggen. Ik heb fases gehad dat ik wel eens een beetje cynisch was over de kerk. Dat ik dacht, ja, wat een gedoe allemaal. Ik zit nu niet in die fase... Maar je kunt je dat misschien bij jezelf ook wel voortdenken. Gewoon dat je helemaal klaar bent met de kerk. Dat je klaar bent met geloof. Dat je ook wel een beetje klaar bent met God. En ik zou willen dat de kerk een ruimte was waar we dat ook eerlijk kunnen delen. Omdat dat een van de fases is die hoort bij geloven. En het mooie van deze vier fases is dat er ook een beetje hoop is... Als je in zo'n cynische fase zit, er is nog een vierde fase, die van de harmonie. En ik noemde die auteur al even en dat boek Naakte Spiritualiteit. En hij zegt, dat is de fase waarin je cynisch bent geworden over je eigen cynisme. Dat je ook jezelf weer een beetje gaat relativeren. En dat je denkt van, ja, maar er moet toch ook een plek zijn waar ik niet alles snap... Waar niet alles op zijn plek valt of zo, maar er moet iets zijn als verbondenheid, eenheid, heelheid. Een meer holistische visie zou je kunnen zeggen in je leven met God. Nou, ik zei net, ik ga er niet al te uitgebreid bij stilstaan, heb ik nou eigenlijk toch gedaan. Maar het komt in de loop van de weken denk ik nog wel terug. Laten we naar dat ene woordje hier gaan, dat hoort bij de fase van de eenvoud. Waar ben jij nu? Die vraag stel ik eventjes. Waar ben jij nu? In principe zeg je dan hier. Maar ik kan me voorstellen dat je hier op dit moment wel in de kerk zit. Maar dat je met je gedachten heel ergens anders bent. Dat schijnt wel eens te gebeuren. Of als je thuis meekijkt... Dat je zegt, ja, ik ben hier in mijn woonkamer. Of misschien zit je aan de keukentafel. Maar ja, intussen haal je een kopje koffie op. Prima natuurlijk, maar dan ben je weer even weg. Dus wanneer zijn we nou eigenlijk echt hier? Dus dat eerste eenvoudige woordje helpt ons om erbij stil te staan. Zijn wij echt hier? In dit moment. Hier is... Het eenvoudige woordje dat ons helpt om echt aanwezig te zijn. Om ons bewust te worden dat je aanwezig kunt zijn. Om ons ervan bewust te worden dat God aanwezig is. Hier is het woordje dat ons helpt om even stil te staan en onszelf af te vragen. Hier ben ik nu, maar hoe voel ik mij eigenlijk? Waar denk ik aan? Wat houdt me bezig? Heel veel van ons kennen wel dat het leven allemaal doorgaat. Het is druk en het is vol en dit is nog niet voorbij. Dan moet dat alweer gebeuren. En er zijn nauwelijks momenten dat je even stilstaat, even in het hier en nu bent. Ik reik jullie dus dat kleine woordje, eenvoudige woordje hier aan, om dat ze nu dan te binnen te brengen. En je af te vragen, ben ik nu echt hier? Ben ik aanwezig? En ik geloof dat het heel belangrijk is om hier te zijn, want God kan ons alleen ontmoeten hier. God kan ons niet ontmoeten op een plek waar we niet zijn. Soms denken we, ja, ik kan God alleen maar ontmoeten als ik daar naartoe ga.
Of ik kan God alleen maar ontmoeten als ik op de toppen van mijn geloof ben. Nee, God kan ons alleen maar hier ontmoeten. Waar wij nu zijn. Bij hoe wij ons nu voelen. Bij wat er nu speelt in ons leven. Waar we ons nu zorgen over maken. Waar we nu dankbaar voor zijn. God ontmoet ons altijd hier. Zo ontmoet God ook Mozes. En we willen dat woordje hier, als het ware, kleuren met een Bijbelverhaal. Het verhaal van Mozes bij de brandende braamstruik. En Mozes is op die plek in de woestijn waar een struik in de brand staat en die verteert niet die struik en hij hoort een stem. Hij hoort Mozes. Mozes. Dus Mozes ziet een brandende braamstruik. Als je aandachtig leeft, dan zie je overal brandende braamstruiken. Plaatsen waar God is. En hij leert iets op die plek. Namelijk, hij is daar, hier, bij die struik die in brand staat. En hij leert daar iets. Hij leert dat hij geroepen wordt door God. Mozes. Mozes, hij wordt door God bij zijn naam geroepen. En hij antwoordt dan. Voor mijn prekenserie zou het fijn zijn als hij dan had geantwoord, hier ben ik. Nou, dat doet Mozes niet. Wel op andere plaatsen hoor. Jesaja zegt een keer, hier ben ik. En Jeremia ook geloof ik een keer, hier ben ik. Dus ik hoop dat rond zo'n woordje als hier dat soort Bijbelverhalen en momenten ook mee gaan klinken. Het gaat om een ontmoeting met God. Mozes zegt, ja, ik luister. En in zekere zin is het dan toch wel weer mooi dat Mozes niet zegt, hier ben ik. Omdat we nu die verbinding kunnen vinden tussen, hier ben ik, ja, ik luister. Dat heeft veel met elkaar te maken. Als we aanwezig komen, als we echt aanwezig zijn, kunnen we ook leren luisteren. En er schijnt een groot gebrek te zijn aan luistervaardigheid in onze samenleving ook. We luisteren niet meer naar elkaar. Dat is een groot probleem. In de kerk doen we dat misschien ook te weinig. Echt luisteren naar elkaar. We luisteren misschien ook te weinig naar God. Dat woordje hier helpt ons. Hè, als we geroepen worden, Mozes, Mozes. Of als jij geroepen wordt bij jouw naam. Hè, probeer je dat maar even in je verbeelding voor te stellen. Dat jouw naam twee keer klinkt. En dat je dan zegt, hier ben ik. Ja, ik luister. Dus dat woordje hier helpt ons om te oefenen met wat er bij Mozes ook gebeurt, dat hij namelijk ontdekt dat de grond waarop hij staat heilig is. De grond waarop jij staat is heilig, zegt God tegen Mozes. En wij mogen elke keer als wij ons bewust worden van Gods aanwezigheid, bedenken de grond waarop ik sta, de stoel waarop ik zit, het bed waarop ik lig, is heilige grond. Want God is hier. Ik denk dat deze bewustwording van hier zijn heel wezenlijk is voor je geestelijk leven. Ik kan me voorstellen dat je de vraag stelt, en ik stel die vraag dus nu zelf ook even hardop. Moet je nou wel met zo'n woordje als hier beginnen? Zou je niet echt met het woordje God moeten beginnen? Hè? 12 eenvoudige woorden. Dan moet je natuurlijk wel beginnen met God. Of met u. Dat is ook een eenvoudig woordje. U. En toch vind ik het mooi om met het woordje hier te beginnen. Want God kan ons alleen ontmoeten op de plek waar we zijn. Als we meteen God zeggen, dan denken we misschien te veel dat we ook wel weten wie God is. En hoe God in elkaar zit. Dat kan best een gevaar zijn, dat je zegt, nou, als ik het woord God noem, dan weet ik precies wat ermee bedoeld wordt. Maar we weten niet precies wat wij bedoelen als we God zeggen.
En Mozes had daar ook een vraag over. Hoe heet u eigenlijk? En God geeft als het ware in twee etappes antwoord op die vraag. Hij zegt in de eerste instantie, ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En dat is meteen al mooi, want God zegt dus niet, ik ben God. Nee, hij zegt, ik ben de God, de vader van Abraham en van Isaac en van Jacob. Van mensen, ik ben een God van mensen. Ik wil dichtbij komen, ik ken je bij je naam. Ik ben de God van Mozes. Maar dat is voor Mozes nog niet genoeg, want even later stelt hij de vraag. En ik stel voor dat we dat een blijvende vraag laten zijn. Wat is de naam van die God? Dat is niet een vraag waar je één keer en voorgoed een antwoord op geeft. Dat is een vraag die een vraag blijft. Misschien heb je zelf ook wel eens bedacht of wel eens gehoord. Het stellen van een goede vraag is belangrijker dan het geven van het juiste antwoord. Een goede vraag. Dit is een goede vraag. Wat is de naam van die God? Laat dat een vraag blijven. Het woordje Heer nodigt je ook uit om steeds opnieuw je af te vragen. Maar wie is dan die God die ik hier en nu ontmoet? De God die aanwezig is in mijn leven. Wat is de naam van die God? God zegt er wel iets over. Maar je zou kunnen zeggen, het geheim wordt er alleen maar groter van. God zegt erover, ik ben die er zijn zal. Zeg maar tegen de Israëlieten, ik zal er zijn, heeft mij naar u toegestuurd. Dat is wel mooi om daar altijd weer te beginnen. Als wij die vraag stellen, wat is de naam van God? Dat dan als eerste steeds dit antwoord komt, ik ben die er zijn zal. En dat je me dan beseft, dat is, wat is dat dan eigenlijk gezegd? Ik ben die er zijn zal. Ik zal er zijn. Wat is dat? Dat sorteert ons denk ik beter voor dan dat we zeggen, nou, God is de Almachtige. Of God is de Vader. Dat zijn allemaal prachtige namen, hè? Geen misverstand daarover. Het zijn prachtige namen, maar we hebben steeds weer andere en nieuwe namen nodig. Als we alleen nog maar over God zeggen dat hij de Almachtige is, hebben wij een afgod van hem gemaakt. Want dan denken we dat we met één naam toe kunnen. Wij kunnen niet met één naam toe. We hebben altijd weer nieuwe namen voor God nodig om zo te zeggen contact te krijgen met de echte God. De echte God wil de echte ik ontmoeten. En die echte God, die heeft talloze namen. En laten die namen altijd weer opnieuw bij je binnenkomen. God is altijd weer groter, altijd weer anders, altijd weer genadiger, altijd weer rechtvaardiger dan jij denkt. Maar misschien kun je wel zeggen, dit is de naam aller namen. Ik ben die er zijn zal. Een naam die vol mysterie is. God is een mysterie. Een liefdevol mysterie. Een genadig mysterie. En hij wil ons ontmoeten. Hij heeft ons ook ontmoet in Jezus. Dat vind ik wel heel wezenlijk om dat er wel echt bij te zeggen. Wij ontmoeten deze God in Jezus. Maar hij is ook altijd weer groter en anders dan je denkt. En hier, dat is het woordje waar we de week mee ingaan. En we mogen leren om hier te zijn. En ontdekken dat God ook hier is en dat we hem ontmoeten. En we mogen ook leren, wij zijn als mensen naar Gods beeld geschapen. Dat is goed om dat regelmatig tegen elkaar te zeggen. Wij zijn als mensen naar Gods beeld geschapen. En als de meest belangrijke naam van God is, ik ben. En wij zijn naar het beeld van God geschapen. Dan mogen ook wij leren om te zeggen, ik ben. Als echo van wat God zegt. Als God zegt, ik ben die er zijn zal. Hoe we dat in grote hoofdletters neerzetten. Maar ik nodig je ook uit om als een echo daarvan
en met kleine letters te schrijven: ik ben die er zijn zal. Wij mogen leren om mens te zijn naar Gods beeld en in eenvoud en naaktheid en echtheid bij hem te komen. De echte God wil de echte mens ontmoeten. Ten slotte doen wij een korte oefening. Want wat ik graag in deze prekenserie wil, is dat we ook kleine oefeningen aangereikt krijgen die je gewoon zo midden overdag kunt doen. Je hoeft er niet voor naar de kerk te komen op zondagmorgen om 10:00. Je bent er overigens altijd zeer welkom. Maar dit zijn oefeningen die je gewoon midden in je alledaagse leven kunt doen. Als je in je auto zit en je bent ergens op weg naartoe, of je wordt wakker 's morgens, of je bent in een hele verdrietige situatie, of je maakt je zorgen, en dat je dat woordje hier je te binnen brengt, en dat je dan deze kleine oefening doet, en ik stel voor dat we die nu ook even doen, dat je bij jezelf zegt: hier ben ik. En dan ben je in gedachten er even bij, je verwoord voor jezelf hoe je dit moment ervaart. Waar je aan moet denken, waar je blij mee bent, waar je verdrietig over bent. Hoe je voelt, of je een knoop in je maag hebt, of juist heel veel ruimte. Of je misschien hoofdpijn hebt. Hier ben ik. En als je zo dan even contact gemaakt hebt met jezelf, even bewust, hier ben ik, dan zeg je zachtjes in je hart: hier bent u. En je probeert ook even met een paar woorden voor jezelf te bedenken, maar oké, wie is die God die hier ook is? En op dat moment zeg je misschien: u bent mijn vader. Of u bent een genezer. Hier bent u. En dan, als afronding van zo'n kleine oefening die tot een gewoonte kan worden, en een gewoonte is iets wat regelmatig terugkomt in je leven, dat je dan tenslotte gezegd: hè, nou, hier ben ik. Hier bent u, hier zijn wij samen. En ik hoop, als je daarmee oefent, dat er dan meer momenten zullen zijn waarin je iets van die aanwezigheid van God ook ervaart. Door heel simpel, heel eenvoudig, waar je ook maar bent, even het woordje hier te binnen brengen. Hier ben ik. Hier bent u. Hier zijn wij samen. Zullen we samen bidden? Heer, u die zichzelf noemt: ik zal er zijn. Wij vertrouwen erop, wij geloven dat u hier bent. Help ons ook om hier te zijn. En ook echt te zijn. Niet alleen maar te doen en te denken en bezig te zijn en te praten. Maar zijn.
bij u die bent. Heer, wilt u geven dat wij mensen zijn die zeggen, ik wil iemand zijn die leeft met God. Dat dat van binnen echt diep in ons hart mag zitten. En dat we vervolgens ontdekken hoe dat er dan uit kan zien in ons dagelijkse leven. Heer, zegen ons als we u zoeken. Zegen ons als we ons herkennen als mensen die een vast geloof hebben. Blij zijn met u. Zegen ons als we onszelf herkennen als mensen die wat zoekende zijn en zich afvragen wat betekent het allemaal? Hoe moet je nou met de dingen omgaan als het allemaal niet zo zwart-wit is? Zegen ons als we mensen zijn die gefrustreerd zijn geraakt of cynisch zijn geworden. En soms misschien wel wat boos naar u toe ook of naar de kerk. Zegen ons als we mensen zijn die uiteindelijk geloven dat u God bent. Dat u zegt, ik ben liefde. Dat u verbondenheid creëert en heelheid. Voorbij de twijfel, voorbij de dingen zelf willen doen. Voorbij de duidelijkheid die we dachten te hebben, maar die toch heel broos bleek te zijn. Heer, zegen ons in ons leven met u. Dank u wel dat u in ieder geval leeft met ons. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.